eerste keer wat druk van Chelsea. Corner die eraan komt. Rüdiger wordt eigenlijk vastgehouden. Maar het mag. En dan nog de parade die nodig is van Sergio Asensio. Want een uitstekende poging. Werner die er zijn voet tegen zette. Kanté. Het is toch een versmachtende druk. En een eerste schot van afstand. Tweede keer doelgevaar voor Chelsea. Bal niet gekadreerd. Golo Kanté. Nou, dit gaat Villarreal niet volhouden, zou je denken. Havertz, Werner in wacht voor. In de rug. En dit is wel de goal. Daar is hij dan toch al met een doelpuntje. Hakim Ziyech. En 1-0 is logisch voor Chelsea. We hebben er bijna 27 minuten op gewacht. En ik zou bijna zeggen een typische Chelsea goal met diepgang op de flanken. En Werner was ook al bereikbaar. Ja. Ziyech was ook goed natuurlijk. En weer met zo'n bal voor de goal langs. Zoals we er al een paar gezien hebben. In de eerste konden ze nog wel wegwerken of kon niemand bereiken. Maar dit keer perfect in de loop van Ziyech. Was hij waar hij moest zijn. Daar is hij. Goeie bal voor Dia. En een goede save van Mendy. Ja, ja. Dat was een reuze kans voor Villarreal. Dus Pino geeft hem tekort. Alonso zit er weer tussen. Zeer aanwezig. En daar is hij opnieuw. En een goede save is nodig van Asenjo. Daar is de nieuwe man, Christian Pulisic. Pino met Moreno. Goeie lichaamsbeweging. Krijgt hij nog een voorzet getrapt? Een goeie. En daar, oh! Onderkant lat. De knal van Moreno. Wat een kans. Bijna in twee. Oei. In de voeten van Dia. En meteen de kans voor Moreno. En de paal. Ten tweede malen. Het doel houdt in de weg voor Villarreal. En Mendy nu met de tweede op en volgende slechte bal. Moreno. Goeie bal hier voor Estupiñán. En Mendy moet toch weer redden. Door het centrum, dat is wel moeilijk om daar te combineren. Kijk, snelle recuperatie. Moreno. Goeie bal binnendoor weer voor Dia. Prima gedaan. En dit is een geweldige goal. Dit is een geweldige goal. En een verdiende goal voor Villarreal. Daar vinden die twee elkaar. Gerard Moreno en Boulaye Dia. Fantastisch gedaan. Heerlijke goal. 1-1. Gaspar ertussen. En dan hier Moreno. Tikje tot bij Dia. Krijgt hem prima terug. En dan met rechts, hè, Peter. Hij gebruikt hem niet zo graag, maar hij legt hem wel gewoon in de winkelaak. Met zijn mindere. Zo gezegd dan toch. Maar dat is knap. Met zijn tweetjes. Een 1-2. Alonso. Dat was er nog heel dichtbij. Gaan verlengingen spelen bij de gelijke stand 1-1. Nee, Pulisic, pardon. Het was Mount die aan de buitenkant zat. Dat was het moment voor Chelsea. Naar de ren van Mason Mount. Geschept door Azpilicueta. Nou, dat was knap in één tijd voorgebracht. Pulisic. Pau Torres heeft hem en laat hem liggen. En er is nog een goede parade nodig van Asenjo. Nou ja, stilaan zijn aandeel ook. Het zou wel eens een geweldige knal rechtdoor kunnen zijn. Of hoger over. Hoger over, ja, kan wel. Nee. Ja, nee.
En Asenjo heeft al maar minder zin om te duiken. Ja, korte aanloop ook. Hij heeft niet veel tijd. Ja, zachtjes aan zitten we bij de echte verdedigers. Bij penalty nummer 7. Dus ook Raúl Albiol. Kepa Molenweekend, Albiol. En het is voorbij. Hij mist, de 35-jarige aanvoerder van Villarreal. Stuurt de Supercup naar Londen. Kepa is dan toch de held. En Tuchel heeft goed gewisseld.